Als je denkt aan het verhaal, de inspiratie waar ik de film heb uitgehaald, is een zwaar thema. Hè? Waarvan je ook heel makkelijk zou kunnen een aanklacht maken, zo'n schandaalfilm. Dat mijn veld van gaten waar ik in had kunnen vallen, is heel groot. Maar ik heb echt geprobeerd om een integere film te maken over dappere meisjes die eigenlijk door, met onrecht te maken krijgen, maar daar eigenlijk hun eigen keuze in kunnen maken en dat proberen te doorspartelen dankzij vriendschap, dankzij solidariteit. Het is best, het is een genuanceerde film geworden, hoop ik. En door hun jeugdigheid zien zij eigenlijk de tragiek eigenlijk niet volledig, hè? Nee. Wat we geprobeerd hebben, daarom eigenlijk los van de feiten, wat mijn inspiratie of mijn fascinatie was daar dus jonge veulen samenzetten, die natuurlijk vol hormonen zitten en die eigenlijk speeltijd krijgen, maar in een vacuüm, dus daar binnen moeten spelen. Dat zag ik als iets fantastisch en daar hebben we echt ook lichtheid in gebracht, humor in gebracht. Soms ook even grotesk als ze zich verliezen in hun spel. Maar allemaal eigenlijk een beetje om de werkelijkheid te vergeten natuurlijk. Ze wouden niet te lang stilstaan met het idee dat ze eigenlijk een kindje gingen krijgen. Velen onder hun wilden dat toch liefst even vergeten. En dat is de film natuurlijk, hè. Meegaan in die luchtbel tot we die goed laten uiteenspatten natuurlijk. Ja.